natuurbrandverspreidingsmodel lijkt een brandweermodel. Het geeft ons echter inzicht als er een natuurbrand is. Op dit moment hebben we het model voor heide uitgewerkt. Dan kunnen we zien wat de verspreiding in de tijd is van zo'n brand. Nou, wat hij voor ons doet is eigenlijk heel snel bepalen met welke kant hij opgaat wat de uitbreiding is. En daarbij rekening houdt met diverse factoren die snel berekend kunnen worden door het systeem. Dus even denken aan windsnelheid, luchtvochtigheid. Dat is makkelijk te meten. Maar eigenlijk moet je dat blijven meten om een verandering aan. Het systeem doet dat automatisch. Als we even praten in bredere zin, als we praten over rampenbestrijding en crisisbeheersing, dan zien we dat zelfredzaamheid, eigen initiatief, burgerparticipatie, dat dat hele belangrijke items zijn. Ik vind dit een voorbeeld van een project waardoor je, omdat je aan de voorkant nagedacht hebt hoe je kunt voorkomen dat je in spannende omstandigheden moeilijke dingen moet gaan doen, daarmee ook een appel doet op, zoals ik zei, het veiligheidsgevoel, het veiligheidsbewustzijn van medewerkers, dat je daarmee hele goede dingen kan doen. Dus ik vind dat eigenlijk wel het unieke van dit project. Het is ook niet alleen een instrument om aan de achterkant, als het incident er eenmaal is, te gebruiken. Maar het is zeker ook een instrument wat we aan de voorkant, namelijk bij preventie, kunnen gebruiken. Maar juist voor je planning, voor de verdere aanpak, voor je strategische inzet, is het verspreidingsmodel van belang, omdat je uren vooruit kunt gaan kijken en juist op die basis je zwaartepunten kunt benoemen, eventuele evacuaties in gang zetten. En heel belangrijk is om je logistiek, je waterwinning, om die uren van tevoren te gaan plannen, zodat je de brand voor bent en dat je niet erachteraan blijft lopen. Het verspreidingsmodel tijdens oefenen is natuurlijk van groot belang, omdat wij graag onze mensen willen oefenen zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid. En om dan een beeld te krijgen van de snelheid waarbij het vuur zich kan verspreiden over in bos en hei, moet je dat de werkelijkheid benaderen, zodat de mensen in een oefensituatie die ervaringen opdoen die ze in de praktijk nodig hebben. Voorheen hadden we een vuistregel die in de praktijk eigenlijk niet klopte, dat wisten we eigenlijk ook wel. En nu met dit verspreidingsmodel, ook gevalideerd, dus een grote betrouwbaarheid, kunnen we in onze preparatie, maar ook in onze repressief inzet, kunnen we er heel veel baat bij hebben en dus een effectieve bestrijding van de brand. Nou, we hebben dus nu gevalideerd voor de hei, we gaan hard bezig voor duin, daarna het bos en het veengebied. Dat betekent dat ook met de bestrijdingswijze in Nederland het verspreidingsmodel ook kan bijdragen tot een algemene doctrine. Gemeenschappelijke aanpak, een gemeenschappelijk beeld omtrent de risico's van natuurbranden en hoe we daar met elkaar mee moeten omgaan. Het brandverspreidingsmodel is voor ons A interessant in een stukje van natuurbrandonderzoek, hè, de cursussen die hier ook gedraaid worden. Maar het meest interessante in relatie bij ons is de vorm van tegenbranden die wij doen. Dat gebeurt eigenlijk nog niet in Nederland, maar wij doen dat al jaren. Binnen de regio's willen ze daar iets meer van weten en misschien wel gebruik van gaan maken. Het brandverspreidingsmodel is van ons van belang omdat dat aan kan geven hoe lang het duurt voordat die brand ergens is. En wij dus in kunnen schatten van hoeveel tijd hebben wij dan om eventueel dat tegenbranden te gaan doen. Dus dat is voor ons een mooie graadmeter om te kijken van hoeveel tijd heb ik om te zorgen dat de brandstof weg is voordat die onbeheersbare brand daar is. Het systeem wordt geïmplementeerd en laat het ook de kansen geven om te kijken of het daadwerkelijk werkt. Want zoals we natuurlijk allemaal wel weten, weer een systeem erbij, werkt het allemaal wel, is het betrouwbaar? Wij denken dat het betrouwbaar is, dat zal in de praktijk moeten blijken. Wij hebben daar volste vertrouwen in en stappen dan ook met een open mind in. En ik zou zeggen, maak er zeker gebruik van als je daar de kans van hebt. Nou, zoals ik erop aangesloten ben, is hier een uniek model ontwikkeld om daar waar je praat over instellingen waar toch niet zelfredzaam verblijven, om na te denken en een model te ontwikkelen om te voorkomen dat je noodloos moet evacueren. Dus helemaal aan de voorkant in het nadenken over preventie, in het vergroten van het veiligheidsbesef van de medewerkers, hun in staat stellen om in een soort toch hele angstige omstandigheden
goed beslagen ten ijs te komen en zulke soort omstandigheden op een goede manier door te kunnen komen. De rol van het IFV is daarin het verbinden. En nogmaals, niet alleen het verbinden van die veiligheidsregio's en de brandweergemeente en geneeskundige kolom, maar absoluut ook met die andere partners. Want uiteindelijk gaat het om de veiligheid van die burger. En daar moeten we wel met z'n allen samenwerken en de schotten eruit halen. En dat is de rol van het IFV, verbinden. We signaleren aan de ene kant van alles en nog wat. Maar we moeten ook zorgen dat het signaleren op de goede plek terechtkomt. En dat is het verbinden.